Ik ben Aziz, Aziz Yahya. Ik ben geboren in Roosendaal, in Nederland. Mijn ouders komen uit Marokko, uit Riefgebergte. Ik ben 28 jaar oud. Ik weeg momenteel 102 kilo. Ik ben 1,94 meter lang. Mijn favoriete kickbokser is Ramon Dekker. Mijn favoriete bokser is Mike Tyson. Mijn favoriete hobby is sporten, internetten, lezen. Ik ben begonnen met kickboksen toen ik 12 jaar oud was. Mijn vader stimuleerde mij ook daarmee. Want in de wijk waar ik woonde waren veel, veel buitenlanders. Er gebeurden wel eens hier en daar wat problemen. Dus kickboksen was toch ideaal om mijn kinderen bezig te houden. En het is gezond. Het is een gezonde sport. Zodra je de ring nog niet ingestapt bent, is het gewoon een gezonde sport. Ik heb twee wereldtitels binnengehaald van de WFCA in 2001-2002. Heb ik een wereldtitel van de WFCA van 82 kilogram toen destijds. Europese titel van 95 kilogram. Dat is drie jaar geleden heb ik een Europese titel gehaald. En die toernooi in Parijs. Voordat ik in Parijs kwam, moest ik een kwalificatietoernooi winnen. Dat was in Thailand. Ik had in 2003, eind 2003 in december, dat was op 5 december, dat was de verjaardag van de koning van Thailand. En daar heb ik een toernooi gewonnen. En door die toernooi te winnen ben ik gekwalificeerd om naar de $100.000 toernooi in Parijs te gaan winnen. Sommige Marokkaanse jongeren veroorzaken overlast op straat en geven de groep een slechte naam in de media. Ja, er is wel een kleiner aantal groepen die het wel verpesten voor de grote groepen onder de Marokkaanse bevolking. Maar er zijn heel veel positieve jongeren. En soms heb je gewoon in een wijk of in een stad waar veel hangjongeren zitten van verschillende etniciteiten. Die hebben gewoon begeleiding nodig en de juiste activiteiten die ze voor hen neergelegd moeten worden. In mijn geval dan, ik zat altijd op school. En 's avonds ging ik trainen, dus ik had een goede dagbesteding. De jongeren gingen altijd 's avonds naar buiten, naar het buurthuis. Ik niet. Ik ging naar school. En als ik uit school was, kom ik thuis, ga ik eten, een beetje tv kijken. En dan ging ik trainen. En dat is de bezigheid, en dat heeft me heel goed gedaan. Ik zou jongens adviseren om te gaan sporten. En te gaan studeren. Links direct, weet je dan? Links voor. Ja. Links direct, doe je die staart, dekking ook. Links voeten, ietsje naar voren met samen met je linkerhand. Dus zo, dat doe je goed. Ja, en dan links rechts. Ja. Ja, goed. Ja, achter voet meenemen. Knock-out, rechterhand komt niet alleen hieruit. De kracht komt uit de grond. Je stapt weg met je voet. Als je wegstapt, vliegt de kracht zo door je lichaam heen uit je stoot. Dus waar haal je de kracht om een knock-out te stoten? Komt uit je voet. Wat kan hij jou leren? Misschien met dekking. Met dekking kan ik leren. Daar heeft iedereen wel eens last van, ik heb daar ook zelfs wel eens last van. Om je handen niet naar beneden te laten vallen, moet je gewoon zorgen dat deze punt op je voorhoofd staat en deze op je andere voorhoofd. Dat gaat hij altijd goed. En je rug, je laat hem vallen omdat je een beetje zo staat. Heeft hij ruimte om te vallen. Hij heeft speling. Maar als je een beetje je voet een beetje krol, je rug een beetje boven, kun jij zo staan, dan hou je je lever dicht en je hoofd dicht. Dan heb je geen speling meer, dan heb je niet veel speling. Dus dat is wel belangrijk. Dus je moet je linkervoet goed voor, een beetje zo zakken. Je voorhoofd, je moet kijken, hè? Je moet blijven kijken naar voren, maar gewoon een beetje omhoog. Zo. Sta je goed? Als je kant op je deur. Ja, hou je dekking maar. Nou, dat dekking, je zit nou helemaal dicht, je kan nou niks maken. Als je dekking had, omhandig, dus wegdraaien. Als je wegdraait, staat hij open. Als je gewoon wegdraait,
verkeerde stand hebt. Je moet wegdraaien. Je moet zorgen dat iemand juist gaat aanvallen. Het is heel simpel. Naar links, naar rechts. Kun je trainen, hè? Voor de spiegel, zo. Dan kun je gewoon oefenen. En dan die spieren die raken daar gewend aan, dan doe je dat automatisch. Als je in nood staat, stel dus. Stel maar. Wegdraaien. Voeten weg. Als je wegdraait, kun je terugkantelen. Hier. Stootjes. Je draait weg. Snap je? Ja. En je maakt de opening, hè? Kun je weer terugstoot. Dus de truc is om, als jij in nood zit en die tegenstander is jou aan het afboksen. Dus hou je dekking, dat is het veiligste wat je kan doen natuurlijk. Maar dan, als je daaruit wil komen, als je blijft staan, dan blijft hij gaan. Dat hij stoot, hoek opstoot, knie. En dan kun je zo op de grond tellen. Maar als je wegdraait, maak je ruimte vrij, want dan raakt hij de weg kwijt. Je draait in één keer weg, dus hij moet toch meedraaien. En in één keer vangt die klap terug. En dan sta jij weer voor. Loki. Hoe zit het naar voren? Hou je vast. Van Loki. Zo moet je in Loki zitten. Als eerste moet je handen hoog houden. Dus altijd je gezicht veilig stellen. Houd je handen hoog. Je stopt de tijd. Je draait je heup. Dus je stopt. Draait je hoog, tilt je voet, tilt hem omhoog, als je hem hoog tilt, laat hem zakken. Als je hem laat zakken, moet je hem niet hier laten vallen, maar terugtrekken. Dus omhoog, loop je terug. Dan moet je altijd weer andere stappen maken. Dat is de eerste keer die loop kan zetten, en je komt gewoon tijdens die trap. Kom, heb je handen hoog? Ja. Voetje stappen. Dat zijn de eerste twee low kicks van deze jongen, van zijn leven.